De bargjes, twa mansjes, skarrelen al een skofke om in het kettelijke skar. Een omwenner zeeg de twa en was ook het Friske geë. Het geë wil de twa mansje bargen, die het beren neemt worden, ze gauw mogelijk vangen, want ze verwrotten de paden. Het plan is om de bisjes te lokken met biks en malken, al is dat nog net zo eenvoudig. Is het zelfs wel eens proberen om een barg te pakken? Nee, ik net. Nee, nou, ze ben geleerd en als de notaris is, dan komen ze haast op die taal. Maar als ze dan pakken is, dan ben ze samen voort. Dus ze zijn ze vlug als wetter. Het geer krijgt een soort telefoontjes binnen door de twee gasten in het bos. Ja, we hebben geregeld schilder heen, terug mensen van we hebben wat bijzonders jongen. En dan kunnen we van tevoren haast al zeggen van nou, wien soms bargen. De verwachting is dat de bargen gauw haar vrijheid weer kwijt binnen en bedaar je op het plak dat ze jaren, achter het stek.